Ja, welkom bij Music in the Backyard, waar aandacht wordt besteed aan muziek, aan live muziek in de regio. Wat je niet iedere dag tegenkomt in de grote concertzalen, maar in de kleine zaaltjes achteraf, in kleine cafés. Of misschien zelfs wel bij buurman of buurvrouw in de achtertuin. Ik sta hier op een steiger, midden in het water, aan de rand van de haven van Edam. En achter me is Theo Strandbad. En daar speelt vanavond Specs Hildebrand. We gaan daar binnen even een kijkje nemen en we gaan ook even met Specs Hildebrand praten, die natuurlijk heel bekend is van de Volendamse muziekscene. And I'm a boy by the rain, driven by the snow, drunk and dirty, don't you know, I'm still. Well, I was out on the road, late at night, my pretty eyes in every headlight. Alice, dance Alice. And I've been from Tucson to Duke and Kerry, to Hatchet Beach and Tone and Paul, driven every kind of rig that's ever been made, driven the back road so I wouldn't get away. If you give me weeds, whites, and whites, you show me a sign, and I'll be willing to be moving. Hit by the wind, rough by the street, my head towed down, but I'm still on my feet. Smuggle some smokes and folk from Mexico, baked by the sun every time I go to Mexico. Really? And I've been from Tucson to Tucumcari, to Hatchapee, to Tonopah, driven every kind of rig that's ever been made. Specs Hildebrand die heeft hier net zijn eerste set gespeeld en hij zit hier naast me. We gaan eventjes praten met hem. Specs, welkom hier in Music in the Backyard. Dankjewel. Dankjewel. En ik zat vanmiddag eventjes op jouw website te kijken en daarin schrijf je dat countrymuziek niet bestaat in Nederland. Nee, ik heb daarin proberen uit te leggen in het editorial dat ook ik de muziek uit dat ik de muziek uit Nashville ook geen echte country vind. Want het is voor mij alleen slappe popmuziek of ongevaarlijke rock and roll. Country, dat gaat over eenzaamheid en verdriet en de blues van de blanke man. En dat hoor ik niet in Nashville meer. En in Nederland, waar een karaokezanger met een cowboyhoed op een boerenwagen staat op een braderie, vind ik het helemaal geen country. En dat is wel wat je het meeste tegenkomt als zijnde country in Nederland, begrijp ik. Ja, country in Nederland zijn hooibalen en braderieën. Meer stelt het niet voor. Oké, en jij zegt in Nashville dat is ook geen country. Waar vind je in Amerika wel country? Nou, in de mooie staat Texas en in Louisiana. Vooral de gebieden waar het gemengd wordt met Tex-Mex en met rock'n'roll en met blues. Ja, dat is voor mij het meest country. Tegenwoordig noemen ze het Americana, maar Americana is natuurlijk de oorspronkelijke vorm van country. Hoewel het nou heel modern lijkt. Ja, dat is meer een soort verzamelnaam geworden. Ja, Hank Williams was toch hartstikke Americana en Jimmy Rogers. I'm drowning in the river of my tears. Where I keep my better side.
Je zit al heel veel jaren in dit vak, geloof ik, hè? Ja, ik ben ooit begonnen in de band Jen Roch. Daar heb ik wat singles meegemaakt. En vanaf 1975 opereer ik als Pelk Hildebrand. Eerste vier albums gemaakt met songs van Weile, Jip Goldstein en Ton de Zeeuw. En vanaf 1980 schreven Jip en ik alle songs samen. En arrangeerden we alles en produceerden we mijn platen. Je hebt inmiddels iets van 12 cd's gemaakt, cd's, ja. LP's? 12 albums, ja. Ik telde even heel snel zo op je website. Maar hoe bestaat het dan dat een Pelk Hildebrand eigenlijk nog steeds niet zo vreselijk bekend is? Of misschien bij een kleine groep? Nou ja, misschien vindt Hilversum er geen fluit aan. Dat kan natuurlijk gewoon. Ben je te eigenzinnig? Nou, misschien wel. Het is natuurlijk sowieso een beetje incourante muzieksoort. Die left field country, zoals wij dat noemen. Dus weinig gedraaid, maar ook nooit veel concessies gedaan. Omdat we natuurlijk beide ons brood verdienden buiten de muziek. Ja. En daardoor konden we onze vrijheid behouden. En gingen we echt geen rare dingen doen om maar in godsnaam beroemd te worden of meer platen te verkopen. Left is living in a cheap hotel. The desert's quiet and Cleveland's cold. Short story ends we're told. Pat your needs, your prayers, it's due. But save a few for Lefty too. He just did what he had to do. Now he's growing old. They only